Ja, natuurlijk Visje hier weer en vandaag weer een nieuwe aflevering van Go or No Go. En vandaag gaan we weer een supplier drop openen. En wat gaat eruit komen? Wat voor een mooi nieuw wapen, de MK14. Obituary Professional. En wat is daar nou het verschil mee? Oh, er zit een automatische red dot op of zo, hè? Ja. Een automatisch scoopje zit erop. Ik krijg wel allemaal van die wapens dat ik denk van... Nou, zal ik hem maar equippen? Ik moet toch een keertje doen, ja toch? Ik moet toch een keertje met die shit om leren gaan. Zet ik hem even hierop. Een automatische target enhancer zit erop. Nou, professioneel noemen we dat, hè? Dat is een professional. Oké. Heb ik al eens een keer MK gehad? Volgens mij wel, hè? Ik krijg wel shit van die shit dingen. Nou, ja. Oké, stimmetje erop. Stemtekst erbij. Ik moet toch even alles gebruiken, ja toch? Gaan we maar even wat zoeken. Weet je wat we gewoon doen? We gaan gewoon Team Deathmatch zoeken. Ik dacht aan mezelf, weet je. We gaan gewoon lekker TDM gaan zoeken, want dat is een stukje makkelijker. Ja toch? Een stukje makkelijker. Sideshow gaan we spelen. Mappack. Map is dat. En... ik ga kijken of het een go or no go is. Zo met zo'n scoopje erop. Ik denk zelf een no go. Het is weer een no go, denk ik. Maar ja. Dan hebben we altijd nog... uiteindelijk kun je er nog XP van maken. Ja, toch? Dus je moet het maar zo zien. Aan elke een nadeel heb je ook een voordeel. Ja, toch? Elk voordeel heeft een nadeel. Remco weet wie dat zijn. Nou. Even laden. Nou, we zijn net begonnen. Dat is lekker. Het is wel een beetje een map waar ik denk van, nou, weet je. Dat ik denk van, nou, vanaf die range moet je wel een paar kills kunnen maken, ja toch? Zij het zo. Ja, ik heb... Ja! Ik heb er toch een paar... kritjes nu al mee. Ik heb alleen natuurlijk geen... Hoor ik weer? Geen shit op. Tenminste, geen silencer. Oké. Hoppa. Even een beetje campen. Oh my god, ik werd er gered daar. Wauw. CAMPYNATOR. CAMPYNATOR. Kirsten, slecht gedaan! Ik had een strikje. Ha. Nou, in ieder geval maar zo drone inzetten. Nou. Ik blijf lekker laag. Oh. Kom maar, bitch. Durf ik er op af te gaan? Ik ga er wel op af, hoor je. Oh my god. Ik ben gewoon pro. Dit is mijn nieuwe wapen, jongens. Dit is het gewoon. Dit is weer slecht. 10-on-3. Ja. Nee, maar op zich, dat scoopje, ik vind het nog eens zo'n heel onhandig scoopje op zo'n ding. Moet ik eerlijk toegeven. Het is niet zo dat ik het met het wapen zou spelen, zeg maar dat scoopje erop. Nou, het is eigenlijk nog eens zo, nog eens heel gek. Kom op. Hij leeft nog, hè? Hij leeft nog. Ga weer dood. Kom maar. Kut! Ik krijg een blunderbus in mijn gezicht. Oké, nou, ik heb hier al een beetje hitmarker gegeven. Kijk, 50 punten assist. Dat ding is super sterk, man. Alleen, het probleem is gewoon dat dat ding aids is. Nou, daar heb ik die kill niet. Dat is bullshit, toch? STG 44. Nog nooit meegespeeld met dat kring. Uh-oh. Uh-oh. Oh. Even naar binnen. De clowns komen alweer naar buiten. Ja, oké. Daar zit er eentje boven. Daar zit er eentje binnen, zie je. In het huisje. Het gelach ook van die clowns, jongen. Huh, lek. Ik ga slechten. Wow. Kijk hier bovenop. Nee, dat kan niet, Chris. Ik heb gewoon voor mijn eigen voorgenomen. Gewoon zeg maar om gewoon met zo'n kutwapen, met zo'n aidsding. Ah, kom op. Dat had ik moeten hebben. Met zo'n aidswapen gewoon een beetje rustiger te spelen. Trouwens, met een MK14 moet je dat volgens mij ook helemaal. Dan is het gewoon echt pure aids. En dan moet je gewoon even wat rustiger spelen. Maar ja. Kijken waar ze zitten. Soms is de gejump hoor je ook helemaal krankjoren van hoor, echt. Maar godverdomme, ik wou omhoog springen. Blijven hangen achter een fucking randje van een zwembad of zo. Oh. Ja. Ja. Nou. Ik doe het niet zo slecht toch met zo'n kreng. Je hebt ook nog zoiets als skill-based matchmaking. Wat is dat nou weer? Waar ga ik dan dood? Ik ga door een bal dood of zo? Over het ik ga door een clown dood! Wie fucking verzint het ook, hè? Dat je er door gewoon doodgaan erdoor. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. La 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 la. Een barbeurtje boven je hoofd. 19 om 12, dat valt eigenlijk wel mee dan. Laat ik wel even de 20ste kill maken. Oh, 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 oh. Nou, dat ik het overleefde heet, trouwens. Voor mij is het een, geen AI-kring. Nou, dat is echt de, je reinste bullshit, jongens. Hé, de 20ste kill. 21 zelfs. Nou, dat gaat helemaal goed. Sorry! Sorry, Adine. Sorry. Ga je over muten. Nou, 21 om 13. Tidiet dus. En ik was gejoind, hè. Dus eigenlijk is het nog niet zo heel slecht. Nou, het is niet een wapen dat ik zeg van, nee. Maar ik moet je wel eerlijk toegeven, dat scoopje erop, eigenlijk is dat nog helemaal niet zo onhandig. Alleen, ja, waarom zou ik dan niet het wapen nemen dan met zo'n scoopje, zeg maar, snap je? Waarom zou ik dan, hoe moet ik het uitleggen? Waarom zou ik dat wapen nemen, als ik het scoopje, eventueel als ik het wapen gewoon verder mee ben, hè? Dan unlock ik zelf dat scoopje, want het kost me. Ah, nou, het kost je natuurlijk geen perk, denk ik. Mag ik hopen. Kost het me geen perk? Nee, het kost geen perk. Nou, oké. Het kost je geen perk. Of een attachment, of weet ik veel. Dus, nou, op zich. Oké, nou. Het is een, het is nog steeds wel een no-go, maar. Nou, op zich. Met een scoopje erop valt het mee. Ik hoop van jullie een duimpje omhoog te krijgen. Tot de volgende keer. Ja, bye bye natuurlijk. En vergeet niet even een duimpje. Bye.